Dag dames en heren. Ja, van tijd tot tijd trekken ja, soms stevige buien over de regio. Weet zo'n herresachtig sfeertje krijg je dan met eventjes flink wat regen en een stevige wind ook daarbij. Maar ja, vaak zie je zo'n bui al van tevoren aankomen. En een voordeel is de flinke wind. Want Daardoor is zo'n bui ook vrij snel overgetrokken. Nou, deze foto van Edwin van Balen kreeg ik uit Dirksland. Mooi plaatje, en dan zie je de bui echt al op je afkomen. Ja, en voordat je het weet, is zo'n bui dan ook alweer overgetrokken. Overigens grote verschillen door die buien. De afgelopen nacht in Brielen, bijvoorbeeld, viel 11 mm. Ja, een stukje verderop is dan weer geen druppel gevallen. Nou, als we kijken naar de komende nacht, dan blijft het op veel plaatsen droog met opklaringen. De grootste kans. ...op een bui ja, in de kustgebieden. Dat heeft te maken met het warme zeewater van 21 graden. En temperaturen zakken dan landeenwijs naar zo'n 13, 14 graden. En aan zee is het dan een graad of 16. De wind gaat erbij in kracht afnemen. En dan morgen overdag de woensdag lijkt het weerbeeld op dat van de afgelopen tijd. Dus dat betekent ja, periode met zon, maar ook forse stapelwolken en plaatselijk een regenbui. Temperaturen zo'n 20-21 graden en de wind die wijd matig. Windkracht 4. Aan zee af en toe vrij krachtig een windkracht 5. Nou, na morgen nog ja, weinig verandering in het heersende weerbeeld. Dus een wisselende bewolking. Af en toe valt er eens een bui verspreid over de regio bij een temperatuur van een graad of 20. In het weekend lijkt de kans op een paar buien verder toe te nemen en de temperatuur die gaat verder naar beneden naar slechts 18 graden op zondag. Ja en daarmee is het echt gewoon veel te fris voor de tijd van het jaar. En het ziet er niet direct naar uit dat de zomer volgende week bijvoorbeeld gaat terugkeren. En ja, ik versta dan onder zomer weer natuurlijk volop zon en temperaturen van tenminste bijvoorbeeld 25 graden. Nou, Ten slotte nog deze fraaie weerfoto van Jenny van Horen. Die is maandagavond gemaakt in Rozenburg. Nou, maakt u ook vrije weerfoto's? Stuur ze in naar het welbekende e-mailadres. Prettige dag, heel graag tot morgen.